Ruben Beukers. Ik krijg zojuist een WhatsAppje van Wilfried van Leeuwen. Ik toch nog eventjes wil terugkomen op jouw vraag. Nee, het is namelijk zo. Terwijl wij hier schitterend trouwens van de Noordwijkse tribune aflopen. Tribunes aflopen, ja. Ja, nee, het zit namelijk zo. Als we namelijk de 1-2'tjes even terugkijken van de afgelopen 2 weken. Dan moet hij eigenlijk nu inkomen dat jij jouw citaat. Van wat je... Ja, nee, ik zei namelijk vorige week had ik het over Zethoff. Sowieso, hè, menselijke trainer. Een hele goede indruk ook als mens op mij gemaakt. Maar ik zat nog het 1-2'tje van die week daarvoor terug te kijken. En toen zei ik Wilfried van Leeuwen. Oké. Okay. Ja. Nou, heb jij dat nog gezien? Nee, ik dacht dat jij die week daarvoor helemaal niemand had gekozen. Nee, maar ik had toen zelf, toen zei ik nog, als ik nu zou moeten kiezen... Pas op voor de glas bier, oh ja, dank je. Zou ik voor Wilfried... Oh, dan moet trouwens Noordwijk even opruimen. Kijk, daar staat hij. Deze hier zo. Even opruimen de volgende keer. Ik kan niet. Nee. Ik kan niet. Hé, maar ik zat even daar naar terug te kijken. Toen zei ik dus vanwege dat hij... Inmiddels ook al bij, hoe heet dat gezeten, bij Eindhoven. Ja, 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 ja. Had ik toen voor Wilfried van Leeuwen gekozen. Oké. Okay. Ja, dus... nee, klopt. Ja, klopt. Ja, zoiets zei je. Ja. Van, is het misschien handig als ik aan de andere kant ga staan? Oh ja hoor, dat mag ook. Dat is met, komt je, met je rechterhand toch? Ja. Maar klopt, ja, dat heb je wel gezegd, ja. Ja, maar dus ik ben een beetje tegenstrijdig. Vorige week zei je Kees Zethoff. Dus, ja. Ah joh, maar ik vind of het nou Kees Zethoff is of Wilfried van Leeuwen, ik vind het allebei gewoon hartstikke goede trainers. Ja. En ze bewijzen beide dat ze dit seizoen knijtergoed bezig zijn. Ja, nee, klopt. Als we het dan toch over Wilfried van Leeuwen hebben, heb jij wel zin in komende zaterdag? Ja man, dit is echt wel tot nu toe de wedstrijd van het jaar voor ons, denk ik. Ja, maar Katwijk. Ja, sowieso zeg maar qua... Onderlinge verhoudingen, verstandhoudingen. Nou ja, hoe erg kan het veranderen in een jaar tijd? Ik weet nog, vorig jaar, eerste seizoen zelf. Ik hoop trouwens dat de wind... Ik hoop dat ook dat beetje... we nog te verstaan zijn. Ja. Maar vorig jaar was het voor de windstop op de Krom. Kansloos nederlaag voor Rijnsburg natuurlijk. 5-0 werd het toen. Ja. Kijk, nu zijn de rollen totaal veranderd. Rijnsburg staat boven Katwijk. Heeft dan wel eens is Katwijk dit weekend een puntje ingelopen op Rijnsburg. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ga niet nu zeggen van wie ik denk dat hij gaat winnen. Daar ga je me zo meteen waarschijnlijk wel mee confronteren. Maar, wie gaat er winnen komende zaterdag? En nee, ga verder. Nee, maar dat is wel, ik kijk echt naar die wedstrijd uit. Want het is nu, ik denk dat het, nou, het gaat gewoon gelijk op zo meteen. Dat weet ik zeker. Nou ja, we houden je eraan vast. Terwijl de wind nog harder gaat waaien. Hopen dat wij goed te verstaan zijn. Komende zaterdag. Ja, ik had er, om jouw vraag te beantwoorden, ik heb er heel veel zin in. Nou, dat is sowieso goed om te horen. Ja. Maar gewoon zeg maar die wedstrijd zelf, überhaupt. We hebben natuurlijk vorig jaar, is dat niet altijd even lekker verlopen daar op Sportpark Middelmoors? In Rijnsburg, nee. In Rijnsburg. Maar gewoon, dit is gewoon de eerste echte bolle derby. Ja. Waar echt wat op het spel staat. En waar echt de eer van Katwijk op het spel staat. Ja, dit is niet zo eentje als VVSB. Nee. Katwijk VVSB in dat geval. Nou, natuurlijk SJC Noordwijk laatst gehad. Dat ging natuurlijk prestige. Hoor dus mij nou met de eerste bolle derby. Ik stel wel voor dat wij richting de dugout lopen. Ja, met, lijkt me naar de zekerheid. We weten natuurlijk niet hoe dit nu klinkt. Nee. Maar laten we die kant even oplopen. Ja, komende zaterdag. Ja, ik ben wel echt oprecht benieuwd. Want Rijnsburg, afgelopen weekend een tikkie gekregen. Ja. En Katwijk, punt tegen Jong Sparta. Nou, is nog ineens een heel slecht resultaat. Jij gaat er naartoe, hè, komende zaterdag? Ja, met wie, dat is nog niet bekend. Maar als het goed is, met nog iemand. Ja. En er komen hele leuke dingen aan, jongens. Echt hele leuke dingen. Ja, hou vooral die website wedstrijd. Dat sowieso. De wedstrijd in de gaten. Hou de website in de gaten. We hebben toffe ideeën daarvoor. Maar dat allemaal terzijde. Terwijl we hier, volgens mij is dit het spreekhorshokje. Om het zo te noemen. Bollestreek omhoog. Ik heb de verkeerde kant. Ah joh, maar dit is prima. Dit hier staat, hoe heet die? Van boven. Kokju. Ja, die zit hier tegenwoordig. Ja, nee, klopt. Mooi. Maar goed. En waar ben je dit weekend nog even geweest? Ja, leuk. Leuk dat je het vraagt. Bij Kaagja in Lissebroek. Mijn, mijn Kaagja. Het is in je achtertuin. Zo begint ook het clublied van Kaagja. Mijn Kaagja? Ja. De enige clublied die ik uit mijn hoofd ken is die van de SCC ongeveer. Maar... Clubje aan de zee. Ja. Maar ik kan maar beter niet gaan zingen. Nee. Dat doet trouwens dat Nick van Staveren. Ik doet het beter, ja. Ja. Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond. Jij bent zo'n mooie vrouw. Dat en dan zoek hem maar voor de rest maar op YouTube. Maar 3-0 gewonnen van de nummer 2. Dus
vertellen. Ik zei al, dat zomertje kan al geboekt worden eind mei voor de landstitel. Nou, Nick van Staveren. Landstitel. Nou, Nick, je bent welkom, jongen. In de kantine van Lissabon. Misschien neemt hij ook wel een schaal mee, wie weet. Zo, dat zijn teksten. Ik zeg wie weet. Ja, ik zie het aan jouw blik, jouw stem. Ja, je glimlach. Die glimlach op je mond. Ja. Ik kan niet zeggen dat je zo'n mooie vrouw bent. Maar goed, waarvan harte. Maar ja. Nou ja, was lekker overtuigend. 3-0 overwinning, was bij de rust onder dat 3-0. Dus het ziet er goed uit op dit moment in Lissabon. Gezellig ook natuurlijk een afloop. Iets minder goed uit. Ja, dat is zeker belangrijk. Je hebt het zelf ook nog gezellig gehad. Ja. Mijn ogen zijn nu weer hersteld. Oké. Nee, zelf bij VVSB geweest. Daar was het even iets minder gezellig. Natuurlijk een interview in de afloop ook nog met Jack Honsweek gehad. Even tussendoor. Ik heb Frank dit weekend heel veel complimenten gegeven. Ja, dank je. Dat vond ik leuk. Weet je, het is ook leuk als je elkaar onderling gewoon als journalisten complimenten geeft. Andersom, ben zal het er nooit voor komen, maar... Dat is niet waar, meneer Beukers. Dus ik heb jou volgens mij ook genoeg... Grapje. Ik geef jou toch ook een compliment, hè? Gelukkig. Jawel. Anders moet je... Dat hoort... Dat moet ik wel gewoon... je bent gewoon goed bezig. Dat is wel een compliment. Nee, maar met Jack Honsweek natuurlijk gesproken. Want wees eerlijk. Als jij na 8 wedstrijden 0 wedstrijden gewonnen hebt en er 2 gelijke 6 verloren... Ja, dan is het niet gek dat de buitenwacht natuurlijk daar vragen over gaat stellen. En ik heb ook eerlijk tegen Jack Honsbeek gezegd, ja sorry, deze vraag is dan misschien niet leuk. Maar voel jij nog wel vertrouwen van de club? Ik vond het onwijs, en dat vond ik zo goed eraan, het was zo pijnlijk om te zien. Ik leefde echt met Jack mee. Wij moeten natuurlijk objectief zijn, maar we gunnen het alle onze clubs natuurlijk het beste. Ja. De trainers ook, laten we dat voorop stellen. Ja. Maar goed, heb jij, sorry dat ik jou deze vraag moet stellen. Ja. Zoals Frank dat afgelopen zaterdag zei. Maar heb jij er nog vertrouwen in dat Honsweek dit kan omdraaien? Nou, wat ik echt heel lastig gewoon vind, is dat elke keer, je ziet het gewoon weer fout gaan. Ja. Dan staan ze voor en dan op een gegeven moment... Derde keer, hè? Ja, maar dan gaan ze, ik weet niet waarom, maar dan gaan ze achteruit lopen. En ik zat naast Dennis Kranenburg van West en nog voordat die 2-2 viel, zeiden we alweer tegen elkaar... Jongens, dit gaat weer de foute kant op. En dan vraag ik me af of dat inderdaad... moet wel gezegd worden, VVSB heeft knijterveel blessures en ook van echt belangrijke spelers. Frans van Niel, die sowieso geblesseerd is. Ellis Roetie, Jelmer Vuilbrief, allemaal gasten. En Sven Verlaan, die zat was ook nog geblesseerd. Nu was ook nog Guido Pauwens geblesseerd. Arno Dijkstra, die niet helemaal fit was. Ja, het houdt een keer op. Weet je wat ik denk? Ik denk dat Vladimir Jozic een Kevin Wintertje moet gaan doen. Terugkeren en ze erin houden. Zo. Dat is een flinke uitspraak. Vladimir Jozic, dat had ik helemaal nog nooit over nagedacht. Nee, ik wel. Ja, Mag ik je dan bij deze een compliment geven? Ik denk dat het TC van VVSB zit nu mee te schrijven van... Oh, dat we daar niet eerder over hadden nagedacht. Nee, maar ja, laat het wel zijn. Dat is wat ze missen. En dat zeggen wij al weken. Ze missen iemand die het even neerzet. Ze hebben wel jongens die kunnen. Maar dat gebeurt niet. Ja, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant... Stond niet een hopen viel in afgelopen week en afgelopen zaterdag. En die vond ik een goede indruk maken. Hij stond op de 6 positie en die maakte echt een... Ik heb nog even een interview na afloop met hem gehad. Daar komt trouwens morgen de uitwerking van op de website. Toen noemde ik hem een beetje de Lasse Schöne van Ajax en hij dan zeg maar bij VVSB. Ja. Die ontbrekende schakel had Peter Bos op een gegeven moment ineens had hij die gevonden toen in die wedstrijd tegen Willem II. Zou dat niet de zonnetje en hopen voor VVSB kunnen zijn? Ja, dat de balans kwam terug op dat moment. Maar het enige verschil is wel dat Peter Bos punten pakte. Ja. Won, ook zonder Schöne. Dat ging alleen niet van harte. Ja, oké. Okay. Maar toen met Schöne, zelfs met Schöne in het veld, verloren ze toen nog van Willem II, geloof ik, in die wedstrijd. Ja. Of wonnen ze die toen al? Nee, die verloren ze toen. En de beker wonnen ze. Oh, de beker wonnen ze. Ja, nee, dat was toen wel met Schöne al in het veld. Ja. Maar goed, zover de Eredivisie. Want ik zie, goed, gaat het hard. Ik zie dat wij al op 9 minuten zitten. Ja. Ik heb deze keer geen wekker, ben ik vergeten trouwens. Maar, had ik hem even moeten zetten. Maar zullen we gewoon nog even wat namen droppen waarvan we denken... Die gaat trainer worden. Dit gaat over Katwijk, denk ik. Dit gaat weer over Katwijk. Ja. Want, dat is ook wel weer grappig. Jij zei, als ik in de schoenen zou staan van Cees Bruining. Ja, dat zei ik net tegen jou. Ik zat dus afgelopen week zat ik te denken van, als ik nou Cees Bruining was. En dan zat ik te denken van, ik ben dus goed in namen aanstellen die ik niet verwacht. Althans, niemand verwacht. Ja, dan staat er dat op de bollenstreek gaat op zijn grondvesten gaan staan. Maar Frank Perenboom. Van Ajax. De grond onder mij trilt al, ja. Frank Perenboom, leg uit. Wie is dat?
jeugdtrainer bij Ajax, woont in Lisse. Heeft in Lisse, heeft bij Lisse ook volgens mij wat gedaan, was hoofdjeugd, dacht ik, of trainer van Ajax. Zit al een aantal jaar bij Ajax in de jeugdopleiding. Heeft gewoon zijn UEFA-papieren, ook betaald voetbal. Ja. Ja, is een man die volgens mij nu bij Ajax assistent is van John Heitinga bij de A1, dacht ik. Of de B1 doet, één van de twee. Maar ja, ik zat te denken van, ook als je qua salaris denkt, qua wat type trainer wat ze misschien nodig hebben. Ik dacht, nou ja, Frank Perenboom. Heb je ooit daaraan gedacht om in een TC ergens plaats te nemen? Ja, maar dat is de pest, ze bellen mij niet. Kijk, als het aan mij had gelegen... Heeft Cees Bruining jouw nummer? Nou ja, laten we, weet je, dan was het zo opgelost. Hadden die hele trainers... Heeft Theo Nulkes jouw nummer? Want dat weet ik niet. Je hem natuurlijk ook met Vladimir Jozic. Ja. Nee, goed, het zou wel tijd worden dat ze mij een keer gaan. Ja. Maar goed, nou weet je, maar wat denk jij? Want ik heb vorige week ook gezegd, Cees Bruining. Dit is alleen maar een optie hoor, die ik gooi. Ja. Cees Bruining het zelf afmaakt. Nou ja, hij gaat, volgens mij gaat hij nu ook Rijnsburg en IJsselmeervogels gaat hij nog op zich nemen. Dan denk ik van ja, stel je wint twee keer. Het is eigenlijk gek als je dan zegt, nu komt er een nieuwe trainer. Ja, overigens moet ik wel zeggen, dat vind ik wel heel tof om te zien. Is dat bijvoorbeeld een jongen als Gert-Jan Tameres bij Koninklijke HFC echt knijtergoed doet. Ja. En dat zou ik wel tof vinden als Katwijk met een vrij jonge trainer zou komen. Ja. Thomas Duivenvoorde doorschakelen? Thomas is assistent nu, hè? Ja, daarom. Wie weet. Of is dat wel heel erg vroeg? Nou ja, hier ligt een hele achtergrond achter. Maar ik denk dat Thomas het wel kan. Hij kan het, alleen... Je ziet aan Dozer hoe het nou een beetje in elkaar werkt. Ja, je zag het bij Dozer. Voor de duidelijkheid, Thomas Duivenvoorde loopt nu stage bij Katwijk. Ja, het is wel een jongen waarvan ik zeg, hij heeft potentie, hij kan het. Maar moet hij zijn TC1 nog halen? Die moet hij nou nog halen, hè? Ja, dan kan het nu dus nog niet uit. Volgens mij kan je dispensatie aanvragen. Ah, oké. Okay. Maar kijk, het slimste zou zijn, denk ik, dat hij dan Cees het afmaakt en dat hij dan eventueel... Ik denk dat, met alle respect voor Thomas, maar ik denk dat het een hele grote club is. Een hele grote club, maar hij heeft in ieder geval potentie en ambitie genoeg in ieder geval om het wel te doen. Dus, Hey, en wat dachten we ervan om de man die eigenlijk altijd daar zit? Ja, dat is ook een vette optie vinden, man. Kees Zethoff bij VV Katwijk. Emiel Wendt die refereerde er nog een klein beetje aan. Dat hij zelf, in het interview met Emiel, die heb je dan weer niet gelezen? Nee, sorry jongens. We moeten wel een beetje, ik zie echt, we gaan ruim over de tijd. We gaan een max een kwartier doen. Max een kwartier. We hebben toch 2,5 minuten, oké. Ja. Bonus aflevering. Emiel Wendt, die had in ieder geval gezegd dat Kees Zethoff er wel een soort toespeling had gemaakt. In ieder geval van, jongens, als trainer maak ik niet bang dat er nu een vacature open is dat ik daar naartoe ga. Ik wil niet met Katwijk in de tweede divisie voetballen, maar ik wil tegen Katwijk in de tweede divisie voetballen. Ja, het siert hem. Maar het is ook, kijk, het is meer van, ik zou het een hele interessante optie vinden. Ja. En, maar gewoon die people manager, Zethoff bij VV Katwijk. En, weet je, maar laten we vooropstellen, het gaat nu zo goed bij Noordwijk. Ja. Maak het gewoon hier eerst af. Zo, en, laten we daar eens lekker van genieten. Ik denk, als je ambitie hebt als trainer, dan is Katwijk altijd een club die bij je op het lijstje staat. Dus dat zal bij Kees, denk ik, ongetwijfeld als ooit op een dag... Ja, dan zal hij het misschien wel doen, maar nu is het hier gewoon goed hier. Ja. En verder, jij bent hier ook zaterdag, te spelen ze tegen... Achilles. Kom er maar in, Achilles. Piep, keeper. Zullen we het daar maar op houden? De spits die honey voor de goal is. Dus, Ik heb er nu al zin in. Ja. Hey, nog even, want we zitten al bijna richting dat kwartier. Ja. De andere Noordwijkse vereniging. SJC. Speelden we ineens even tegenover Matteo Cachera. Dat slaat toch nergens op, dames en heren? 5 miljoen. Ja, 5 miljoen. Spits van 5 miljoen even op de lage weg. Ja. En Ariel Antuna, die natuurlijk wel vorig jaar ook nog tegen Quick Boys zei. Heeft ook al wel iets van cult. Ja. Toch? Ja. Dat je, ik weet niet wie er bij SJC achterin stond, en die sta je ineens Cachera te dekken. Ja. Het heeft ook iets van cult, maar het is... Ik zag bijvoorbeeld een foto met Rick van Dijk, hè, weet je wel. Ja. Een paar jaar geleden speelde je nog tegen Lisse op Lisse Zondag. En nu tegen Cachera. Ja, dat is toch ook wel... Het is wel echt, kijk, dit is wel te krom. En, weet je... Nee, dit is de duimwetering. ik maak hem even verder af. het is krom, maar in de zin van, dit voegt niks toe aan het amateurvoetbal. Als het talenten zijn, heb ik nog zoiets van, oké, dit voegt wat toe. Maar niet de spits die je van Ajax hebt gehuurd en die 3 jaar geleden voor 5,5 miljoen uit Colombia is overgekomen. Nee, daar ben ik volledig met je eens. Dus, en nog een nieuwe speler binnengehaald, Levi Berends. Ja, ook nog. Zegt mij nog niet zo heel veel, maar ik ga hem van de week proberen te bereiken, slash te interviewen. Dus dan horen we daar ook meer over. We zijn benieuwd. Kort nog even richting de zondag, denk ik.
Afgelopen zomer, ja. IJzendoorn even terug in de regio. Ja, was leuk. Even met Marcel weer gesproken, was heel leuk. En gewonnen, hij heeft een goed team bij Boshuizen. Dus, ja, je zei het. Ik denk dat hij voor de prijzen mee gaat spelen. Voor Rolte, geen William van Vliet deze keer. Nee, Sam Lemmers. De grote man was deze keer Sam Lemmers, ja. Met een goal in de allerlaatste minuut. Oh, daar sta je goed! Daar sta je goed! Lekker zeg! Van Nispen gewonnen. Ja. Alleen bij Vermunden hebben we het nog niet even niet lukken. Nee, maar vond ik wel een heel realistische Ayhan Gargili. Ja. Die vond ik echt, dat viel me echt op aan het interview. Komt goed. Ja, nou ja, echt. Nee, maar gewoon heel zelfkritisch ook van ja, misschien wil ik wel te veel en zijn de spelers het daar niet mee eens. En ik ga even gesprekken met ze houden. Heel logisch verhaal. We gaan hem afronden. Heel erg, ja. 15,5 minuut. Dit is heel erg. Bedankt, dames en heren, voor het kijken. Ja, en tot volgende week.